Yo mensen van Nordic Gaming, vandaag een ander soort aflevering, om het zo te zeggen. Vandaag een rondleiding door de hoofdstad van Pontus, oftewel Valhalla. Een beetje aparte naam, komt wel een beetje voor met Thor en Nordic mythologie, maar dat terzijde, we gaan eens weer verder. Waar we nu zijn is de troonzaal. Ja, de troonzaal. Dat is mijn troon, deze hier. De troon van hertog Gijs en de troon voor generaal Niels. En verder, ja, deze troon zoals zij is door mensen van mij gemaakt. Ik vind hem best goed, maar zo te zeggen. Buitenkant ziet er wel een stuk beter uit, maar kan ook wel mee door. Jawel. Maar goed, we gaan direct. Nou, ik ga eerst naar de muur toe. Dit is dus de muur. Een best sterke muur, dat moet ik wel zeggen. Grote poort, maar de poort is ook het zwakste punt. Daarom staat dit hier. Onze defensie tegen de poort. Als ze daar binnenkomen, ze blazen de poort om, dan zeggen wij van pak ja, en dan boom boom. En dan schieten we een hele poort. Een hele leger kapot. Pas op zich. Ik word dat woord. Dit is nog een aanbouw. We gaan nu even naar dit stuk. Zo nog verder in aanbouw. Op het schuwelijks. Dikke lag hier. Jelle. Doe maar even langs. Ik kan het niet. Dit is een woonwijk. Het is ja. Een best mooie woonwijk. Maar zo te zeggen. Het gaat ermee door. Ik zie jullie zo weer, als dit weer geweldig goed is gerend. Yo, daar ben ik weer. Jullie zien, ja, het heeft net de opname te maken, maar dat is hij dan. Want kijk, daar heb je het ook al. Maar, dit is dus de woonwijk. Ik hoop dat u dit ziet. Ja, het laat alweer wat. Ja, ik hoop dat u bij. Dit is onze padhuis. Die gaan wij met ons. Mannen na de strijd lekker eten, lekker padderen. Dus lekker napraten, dat soort dingen. Maar ja, we gaan weer verder. Zo. Dan gaan we naar het havendistrict. Het havendistrict is ook door leden van mij gemaakt. Ik heb het niet geheel gemaakt. Net zoals de stad en de hoofdstad heb ik niet heel gemaakt. Maar ik heb er wel een aandeel in. Dit moet wel verder ingericht worden. Zoals het er nu uitziet, ziet het er wel kut uit. Laat, natuurlijk niet. En vooralsnog. Oh, nee, en laat er een stukje. En ben bang. Jullie zien me zo. Nee. We blijven nog. Oké. Deze trebuchet is door een lid van mij gemaakt. Als ik het goed heb, Kowalski, maar ik kan het verkeerd hebben. Spijt me. Dit zijn een van onze schepen. Nou, dit zijn niet echt marineschepen die we echt in strijd hebben. Dit zijn meer van die schepen waarvan wij, zeg maar, nou ja, landen. En we, zeg maar, de strand opvaren en dan zeg maar, we vallen jullie aan. Ah. En dat is gewoon een klein schip. Onze marine is ook even de grootste van de server. Net als de het goed en het leger. Dat is ook het grootste leger wat de server ontloopt. Ik begin het best in kan zeggen met dit. Het laat weer. Ja. Goed zo. Gaan we hier langs. Daarna gaan we naar dat handelswijkje. Maar zo daarna. Naar dit het is eigenlijk de marinehaven, maar zover het er nu uit lijkt, is het volgens mij een handelshaven. Maar dat laat ik wel aan mijn leden over. Kanon staat waarschijnlijk daar om getransporteerd te worden. IJzer. Model van een schip. Ik weet niet waarom die hier staat, maar dat zal zij wel een reden voor hebben. Veel goederen, veel meer materiaal, veel ijzer vooral.
Ik weet niet heel wat dit is. Yeah. Hier nog volgens mij katpulten. Ik denk verkeerd gericht, maar ik kan het willen. Sorry als jullie wat zien in mijn onderste ding. Het gesprek, maar zo te zeggen, chat. Ik was daar vergeten uit te zetten. Nog een trebuchet. Als ik het goed uitspreek. Nou, dan gaan we verder. Hier nog een stuk van de stad. Dus dan weer wat de handelsdistrict, maar zo te zeggen. De handelaars die hier zitten. Even kijken. Dan hebben we hier de echte handelshaven. Eigenlijk weinig verschil met de marina. Maar ik. Een kraan. Die heb ik gebouwd. Ja, ik bouw ook veel. Zoveel. Ja, dit is dus de handelshaven. Gaan we verder. Oh, laat nou, laat nou. Oh. Ik heb weer een beetje schetsen van, nou. Ik zal het wel even opzij zetten, maar zo te zeggen. Jullie zien mij zo weer eens. Zodra alles echt goed geladen is. Yo mensen, ik ben er weer. We gaan even kijken. Dit zijn onze opslag. Jullie begrijpen het nu wel. Ja, ik heb Conquest aan, maar anders is het echt heel discussie. En Conquest wordt heel in een slow buy in touw, helaas. Best wel vervelend, maar goed. Ik heb nog een dit die we hebben gebouwd. Van daar in de stad ook al eentje. Goedje. Hier nog een handelsgebouw. Hier zit echt materiaal in. Kool en goud. Heel veel hooi. Ik weet niet waarom wij veel met hooi handelen. Het zal. Even hier voorheen verdienen. Zo. Nou, dan zijn we hier. Dit is nog een oud fort. Wordt nog verder ingericht. Had ik ooit gebouwd. Ter defensie van de stad. Best weinig mee gedaan. Best wel jammer, maar. Zo, alles heeft soms een reden. Hè. Best wel leven naar kijken wie dan. Toren. Ah, voor design, maar. Nou ja, niet voor design. Er was de toren idee voor de muur. Maar wie heeft dan de muur? Of er wel een waterkoelertje is, zodat je niet dood gaat. Nee, we kunnen gelukkig niet in de muur blijven. Nou, en dan gaan we even weer terug. Ik vlieg even een heel klein stukje. Als mijn computer het toelaat, moet ik hier overheen vliegen. Zo. Hoppakee. Nou, dan hebben wij hier het huisje van de generaal, om het maar te zeggen. Nog een soort, ja, ik weet niet wat die mee willen, een soort opslag denk ik. Het zal een fonteintje. Kom op, zeg later, dankjewel. Een markt. Gebouwd door een lid van ons. Hier hebben wij ook een van onze doodstraffen staan. Als je hem laat. Hey. Als jullie weten wat dit is, laat het achter in de comment. Maar goed, we gaan even verder. We gaan nu maar eens naar de arena. Ja, ja, gewoon de arena. Laat hem nou op mijn man. Dank je. Nou, ja, goed zo. Kijk, dit is de arena. Hier worden de gevechten van de dappere strijders uitgevochten. En dan zit ik hier in mijn troon. Zit ik zo van Abba vechten, goed zo, haha. Maar ja. Beetje dom, maar goed. We hebben hier nog wat grotere gebouwen. Villa's volgens mij, zoals Gijs dat noemde. Maar. Kan beter. Nou, zo'n beetje rondkijken. Heb ik alles wel een beetje laten zien.
We gaan nog even weer terug naar de troon zelf. En daar zal ik wel afzuigen. Ja, goed zo. We gaan even naar de troon zelf. Goed, niet de video stoppen hier gewoon, dat vind ik helemaal mooi ook. Ik zie jullie zo weer. En ik ben weer terug. Ja. Ik stop bij deze. Oh, verkeerde knopje. Sorry, spijt me. Ik wil zeggen dat ik bij deze ook de video weer stopt heb. Wij gaan ook invites uitdelen. Voor nu 3 invites. Gewoon 3. En daarvoor wil ik graag dat jullie je Minecraft naam achterlaten, je Skype naam, je leeftijd, waar je goed in bent en de motivatie. Dat zou ik geweldig vinden. Als jullie dat allemaal doen, hebben jullie de kans om het te komen. Nou, ik sluit nu de video. En ik zie jullie een volgende keer weer. Like en comment. En tot de volgende keer.